Er is iets geks aan de hand met de zeehond. Elk jaar worden er duizenden jonkies geboren in Nederland. Je zou zeggen, goed nieuws, er komen meer zeehonden bij. Maar dat is niet zo, want op de een of andere manier lijken er per jaar duizenden zeehonden te verdwijnen. Niemand weet waar ze zijn. Ja, het is een raadsel gewoon. Ze verdwijnen gewoon. Het is echt heel erg spannend. Waar zijn al die zeehonden gebleven? Dit is Uitgezocht, een serie van het Jeugdjournaal waarin we één ding voor je uitzoeken. Dit keer het mysterie van de verdwenen zeehonden. Oh, is hij niet schattig? Alleen al daarom moeten we dit tot op de bodem uitzoeken. Sophie is daar al jaren mee bezig. Ze is zeebioloog en vliegt ieder jaar over de Waddeneilanden in het noorden van Nederland om te tellen hoeveel zeehonden er in het gebied leven. De afgelopen 8 jaar is het aantal zeehonden bijna gelijk gebleven. Ja, en dat is echt heel gek, want er worden echt heel veel pups geboren. Maar de populatie groeit niet meer. Dus het is alsof je krijgt een kindje, maar je blijft maar met z'n tweeën. Waar is dat kindje? Voordat we in dit mysterie duiken, eerst even wat zeehondenfeitjes. Want ja, om wat voor dieren gaat het nou eigenlijk? In Nederland komen 2 soorten voor, de gewone en de grijze zeehond. En om die gewone gaat het in deze video. Want met de grijze zeehond gaat het eigenlijk best goed. Het aantal blijft nog gewoon stijgen. Dus deze halen we gelijk weer weg. De gewone zeehond kan wel 35 jaar worden. Hij leeft in bijna alle kustgebieden op het noordelijk halfrond en in Nederland vooral in het Waddengebied. Voedsel haalt hij uit zee, een paar kilo vis per dag. En daar heeft de zeehond best wel wat voor over. Soms zwemt hij 100 kilometer van de kust. Om daarna lekker uit te buiken op dit soort zandplaten. Er is even lang op de dieren gejaagd, vanwege hun vacht en hun vet, want daar werd vroeger olie van gemaakt. Maar ook omdat vissers ze als concurrent zagen voor hun vangst. Ze waren bang dat de zeehonden zo'n beetje alle vissen op zouden eten. Uiteindelijk kwamen er in de vorige eeuw bijna geen zeehonden meer voor in Nederland. Daarom werd de jacht in 1962 verboden. Maar daarna ging het niet veel beter met de dieren. Door vervuiling van het zeewater werden veel zeehonden onvruchtbaar, waardoor ze geen pups meer konden krijgen. En ook ziektes zorgden voor problemen. Er spoelen steeds meer zieke en dode zeehonden aan op de Nederlandse stranden. Ja, hij heeft gewoon allemaal bloed op de bek. De zeehond is erg ziek. En dus gaat hij met een vliegende vaart naar de haven. Gelukkig gaat het nu stukken beter met de gewone zeehond. Door alle maatregelen om het dier te helpen en te beschermen, maakt hij een comeback. Er leven nu ongeveer 10.000 in Nederland en 40.000 in het hele Waddengebied. Maar er is wel wat aan het veranderen. Zoals je ziet kwamen er vroeger elk jaar zeehonden bij, maar is dat plotseling gestopt. Sinds 2012 is het aantal gewone zeehonden zo'n beetje gelijk gebleven. En daar maken onderzoekers zoals Sophie zich zorgen over. Wat maakt dus dat de ene jaar zeg maar, de groei gewoon normaal doorgaat? Er worden jongen geboren en het volgend jaar zien we meer dieren. En dan plotseling worden wel jongen geboren, maar we zien niet meer dieren. En ik doe mijn best om te proberen uit te zoeken hoe dat kan. Ik durf het bijna niet te vragen, maar waarom eigenlijk? Het gaat toch goed met de zeehonden? Wat maakt het nou uit dat er niet meer bij komen? Ja, het gaat nu goed, maar stel je voor dat er niks bij komt. Het is belangrijk dat we nu weten wat er is, zodat we kunnen besluiten wat we eraan kunnen doen om te voorkomen dat de populatie achteruit gaat. Oké, ik ben overtuigd. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Even kijken. We hebben de zeehonden die verdwijnen en Sophie die ze telt. Ik heb bijvoorbeeld gekeken of ze misschien naar andere landen toe gaan. Nou, dat kan hè. Maar geen enkel ander land heeft een enorme groei aan zeehonden. Dus dat is het in ieder geval niet. Ik heb gevraagd aan de opvangcentra van, heb je nou stapels dode zeehonden op de kust gezien? Maar ook dat is het niet. Dus misschien gebeurt er iets ver weg, ver van de kust. Misschien is de stroming veranderd. Er worden heel veel windparken gebouwd. Misschien speelt dat een rol. Dus dat moeten we allemaal nog gaan uitzoeken, hoe dat zit precies. Oké, dit zijn de verdachten. Worden de zeehonden misschien opgegeten door andere dieren? Zijn er te weinig vissen in de zee?
Worden ze weggejaagd door schepen of door de windmolens op zee? Oké, de eerste. Worden ze opgegeten? Nou, ijsberen, orka's en sommige haaiensoorten lusten wel een zeehond. Maar die komen hier niet voor. Dus dat kunnen we afstrepen. Zou het dan hiermee te maken kunnen hebben? Te weinig vis in de zee. We weten dat het aantal vissen in de Noordzee en de Waddenzee de afgelopen tientallen jaren flink is afgenomen. En er zijn in diezelfde tijd meer zeehonden bijgekomen. Dus de zeehond krijgt het zwaarder. Ja, de zeehond krijgt het zwaarder, want als hij dus 2 keer zo lang moet doen om voedsel te zoeken, kan het ook zijn dat hij daar gewoon de tijd niet voor heeft. En dat hij dan net niet haalt, omdat hij te lang voor zijn voedsel bij elkaar moet sprokkelen. En dan gaat hij dood. Oké, dat zou dus een verklaring kunnen zijn. Maar dat niet alleen, want we hebben ook nog de windmolens en de schepen. De afgelopen jaren is het veel drukker geworden op zee. Er zijn enorme windmolenparken gebouwd en er komen er nog meer bij. En er varen steeds meer schepen, maar ook rondvaartboten met toeristen om zeehonden te spotten. En dat vinden die dieren niet fijn. Eigenlijk het is niet alleen niet fijn, het is een kwestie van overleven. Als die pup en die moeder continu gestoord worden, kunnen ze steeds maar niet melk drinken, die pups. Ze hebben maar een aantal dagen om bij hun moeder melk te drinken, nog veel korter dan ons. En als ze dat iedere keer gestoord worden en te water moeten gaan en dus stoppen met melken, hebben ze aan het einde van de dag een tekort aan voedsel. Dus een verstoring in die periode is heel vervelend. We hebben nu dus 3 mogelijke verklaringen. Te weinig vissen in de zee, te veel scheepsverkeer en windmolens. Waardoor sommige zeehonden verder de zee opgaan en misschien wel in de problemen raken en verdrinken? Ja, al die dingen zijn nog steeds mogelijk. Het enige is, om daar echt achter te komen, moet je onderzoek doen. Dus daarvoor moet je bijvoorbeeld zeehonden zenderen, ze volgen. We willen gezichtsherkenning doen, dus dat we de ene zeehond van de andere kunnen herkennen. Dat moet je automatisch doen. Dus wanneer komt Pietje terug, wanneer is Klaasje weg? Maar dat kost allemaal heel veel tijd. En dus, we moeten nog even wachten op het antwoord. Oké, Sophie werkt er dus keihard aan. Maar wacht eens even. Sophie, telt zeehonden? Is dat het niet? Heeft ze eigenlijk wel goed geteld? Ja, dat weet ik zeker. We vliegen een paar keer per jaar, dus het is niet 1 keer tellen en dan klaar. We maken foto's van alle zeehonden die we zien, dus we kunnen ze ook nog nachecken. Ik ben niet de enige die daar die foto's kijkt, mijn collega doet dat ook. Dus ik heb het idee dat we in ieder geval goed weten hoeveel zeehonden op de zandplaat liggen. Ja, zo makkelijk kom je er niet vanaf. Het zijn zeehonden, hè? Die kunnen onder water en zo. Dan kun je ze niet tellen. Nee, dat klopt. Je kunt nooit alle zeehonden tellen. Wat we wel weten is, in de zomermaanden is ongeveer 1/3 van de zeehonden aan het zwemmen. Dat betekent dat je 2/3 kan zien. Maar stel je voor dat de zeehonden van gedrag moesten veranderen, verder weg moeten gaan om te eten, dan zijn ze misschien niet 1/3 allemaal in het water, maar misschien de helft. Dus dan zien we maar de helft. Dus dan is ons idee van hoeveel zeehonden zijn fout. Dus dan zou je een rekenfout kunnen maken. Dat zou een goede verklaring kunnen zijn. Maar dat moet je nog onderzoeken natuurlijk. Dus het blijft een mysterie. Daarmee is deze zaak nog niet opgehelderd. Er moet meer onderzoek naar worden gedaan. Maar Sophie weet het zeker. Eens gaat ze dit mysterie oplossen. En misschien kun jij daar ook wel bij helpen. Heb jij een idee wat de oplossing zou kunnen zijn van het zeehondenraadsel? Laat het ons weten en misschien helpt het Sophie wel in haar zoektocht. With your mom.